Goedemorgen. Het laatste half uur van deze uitzending kunt u luisteren en kijken naar een unieke jazzcombinatie. Het zal niet zo gauw zijn dat u deze combinatie weer op televisie zult zien. Ja, ik ga u de muzici voorstellen, want daar zit iemand bij die ik al heel jong heb bewonderd. Het is een alt-saxofonist, zijn naam is Lee Konitz. Ik heb hem gezien, het was in 1953, als klein jochie in het concertgebouw toen hij speelde in de band van Stan Kenton. En het is natuurlijk een bijzondere eer dat hij vandaag hier speelt en zelfs dat ik met hem mag praten. En er is nog een muzikant die ik bijzonder bewonder en dat is Michael Moore. En hij gaat straks een heel mooi duet ook spelen met Lee Konitz. En dan, ik ben verheugd dat hij hier in de studio is. Hij is al eens meer geweest, maar ik vind het altijd heerlijk om hem weer te ontvangen. En dat is Misha Mengelberg. Hij is de man die die hele combinatie bij elkaar heeft gebracht. Nou, hij zal er straks meer over vertellen. En hij is hier met twee fantastische sidemen. Dat is de bassist Greg Cohen en de slagwerker Joey Barron. Ja, die straks allemaal dat laatste half uur. Maar we gaan eerst maar eens even naar een instrument waarvoor we in de geschiedenis terug moeten, meen ik, naar 1835. Toen werd hij voor het eerst benoemd. En dat instrument is de tuba. Ja, de tuba die nu een belangrijke rol in het orkestapparaat speelt. Bijna ondenkbaar grote orkesten zonder tuba. Maar dat heeft natuurlijk zich ontwikkeld. We kenden de tuba ook uit de jazzmuziek. De Dixieland orkesten die altijd met een tuba speelden. Dat was de tuba die de rol van de bas had. En ja, die rol van de tuba is later weer overgenomen door de bas. Maar er zijn nog heel veel Dixieland orkesten die nog steeds met die tuba spelen. Er zijn eigentijdse componisten die nu voor het instrument schrijven. En er is één man die dat instrument fantastisch bespeelt. Die zit naast me. En Louis Andriessen zei over hem: hij kan de tuba laten klinken als een viool, fluit, trompet of cello. En hij zit hier naast me, Tjeerd Oosterdorp. Dag Tjeerd, goedemorgen. Ja, Tjeerd, voordat we uitgebreid gaan praten over het instrument, is misschien toch mooi om het even te laten horen. Kan je een paar noten spelen? Gebruikt heel veel adem. Is het zwaar spelen? Dat is mijn eerste vraag eigenlijk. Ja. Is het een zwaar instrument om te spelen? Het verbruikt veel lucht. Dus in dat opzicht is het wel wennen voor de hersenen, zeg maar. Ja. En als je dat een tijdje doet, dan is dat ook wel weer over ook. Ja. Maar het heeft dus veel lucht nodig. Toch? Ik zei net dat het in de jazzmuziek, de Dixieland, is het al gebruikt. Hè? Dat weet je natuurlijk. Maar er is ook in de geïmproviseerde muziek en de jazzmuziek en de jazz al in de 70er jaren speelde de tuba al een rol in het orkest wat ik nu even wil laten horen, want ik ben heel benieuwd of je het kent. Thank you.
Je weet wie dit is? Dit is de Lennon's, toch? Ja. De nieuwe setting. Ja. Volgens mij heb ik een andere opname van hetzelfde stuk. Ja, dus hij heeft het meerdere keren opgenomen. Ja, precies. Ja. Maar de tuba-man was Howard Johnson. Howard Johnson, ja. Was dat nou... was het een pionier op dat gebied? Was Gil Evans een van de eerste die tuba in zijn orkest verwerkte? Ja, dus samen. Nou ja, je weet natuurlijk dit, de Birth of the Cool, de 48 stukken van Miles, daar zat ook tuba bij. Dus die vroege bezettingen van Miles, had hij echt een orkestje met tuba. En Gil Evans heeft het natuurlijk prachtig gebruikt, altijd. Ja. Want die bepaalt in dit stuk bijvoorbeeld echt de klankkleur van het orkest. Ja, he? Ja. Nou, dat is een leuk voorbeeld, want hij speelt ook solo, dus in dat stukje. Ja. En dan, ja, kan je het goed horen. Ja. Hey, ja, die rol van de klassieke in de klassieke muziek zullen we straks even gaan bespreken. Maar jij speelde 10 jaar bij het Residentieorkest, meen ik, hè? Mm. En daarna bij een Frans orkest. Mm. En ja, je hebt ook, ik heb jou meegemaakt bij Gijs Hendricks, mm-hmm. waar je ook gespeeld hebt. Ja. Je speelt bij het Asco Schoenberg Ensemble. En er zijn ook eigentijdse componisten die werken aan jou opdragen. Ben ik goed voorgelicht? Ja, dat klopt betreft? Allemaal, ja. Ja. Dus, het is wel leuk dat het Asco heeft een plekje voor me gereserveerd nu. Dus ik ben officieel heeft Asco nu ook een tubaist. Daar hebben ze mij voor gevraagd. Het is heel erg leuk. Maar het ensemble doet hoofdzakelijk hedendaags moderne muziek. Ja. En in die wereld wordt nu toch ook echt heel serieus geschreven voor het instrument. Dus in dat opzicht is dat erg leuk om te doen. Ja, er is een moment in je leven dat je besloot om tuba-speler te worden. Hè? Ja. Wat was de aanleiding daarvan? Nou, dat heeft vooral te maken met de affectie voor het laag. En toen was die tuba er nog niet, was alleen nog maar een piano thuis. Die had een heel mooi laag, toevallig. Of misschien wel niet. Hè. En daar is dat uit voortgekomen. Dus dan heb je zo'n boek met plaatjes, met alle instrumenten erin. En op een goed moment dacht ik van, nou, die tuba, dat is het. Dat is het gewoon. En zo is dat gewoon verder gegaan. En toen ben je het ook het instrument gaan studeren? Ja. Dus... En waar neem je dan les eigenlijk? Nou, om de hoek. Om de hoek? Ja, om de hoek. Want ik kom in Lozeg en er wonen zoveel muzikanten, dus dat is allemaal geen probleem. En dan in welkope blaasinstrumenten kom je dan in de fanfare terecht. Dus krijg je een instrumentje en dan kan je beginnen. Dus daar ben je ook begonnen? Op een kleintje dan. Op een klein tuba. Vond ik helemaal niet leuk, maar die kon niet laag natuurlijk. Maar het was maar zo'n dingetje. Ja. En mijn leraar, die was zelf ook muzikus. En daar vond ik op een gegeven moment een sousafoon op zolder, dus die heb ik toen geconfiskeerd en dat kon een stuk lager. Die is al een stuk groter. Sousafoon dat is geen tenorinstrument meer. Dus dat is eigenlijk een afgeleide van de tuba ook weer. En langzamerhand ben je bij de tuba terechtgekomen, ja. Bij de grote. Ja. Ja. En hoe donkerder, hoe mooier? Ja, nou niet altijd natuurlijk. Ik heb wel ideeën over klank en dat is vrij uitgebreid en zo. Ik vind dat op zich een geluid open moet zijn. Dus het tubageluid moet, zeg ik altijd maar, gewoon open zijn, zodat het dus een bepaalde ruimte geeft, ook met andere instrumenten, dat het mooi kan mengen. Dus de klankstructuur is breed gedacht. Ja. Een klein beetje transparant zelfs. Nou, is er een voorbeeld van een man die zegt, ja, dat is mijn grote voorbeeld. We laten hem hier horen en jij moet even straks vertellen wie dat dan is. Ah. Wie is het? Roger Bobo. Roger Bobo. Ja. Thank you.
Het is een heel stukje, hè? Het is een stukje, stukje van 1 minuut, een encore. Oh ja. Virtuoos gespeeld. Ja. Maar wat intrigeerde je zo aan Bobo? Wat vind je bijzonder? Nou ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met zoals het solo wordt gebruikt. En die man heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan voor het instrument. Om dat zo te kunnen en dat allemaal op plaat te zetten, dat is natuurlijk heel goed. En dat was voor mij een voorbeeld in het begin, ja, zeker. Maar hoe bedoel je veel gedaan? Heeft het gepromoot ook? Ja, wel? Door zo'n plaat. Maar dat is echt een van de doorbraken, zou je toch wel kunnen zeggen, ja. Vind ik. Ik wil met jou even naar de... Wat betreft dus dat repertoire. Wat dan, dat repertoire betreft, ja. Ja. Nou, en dan kijk... Hij speelt bijvoorbeeld ook Hindemith erop, hè, op ja, plaat. Ja, ja. Ja, dat is ook gewoon een goed stuk, toch? Eigenlijk, die sonate van Hindemith. Ja, voor tuba ook, goed stuk. Ja, en die wonderlijke combinatie tuba en piano, die heel goed gaat. Ja. Als je er goed voor schrijft. Als je goed... Nee, zeker, ja. Ik heb nog een grotere voorkeur dan met tuba klavcimbal eigenlijk. Ik vind die combinatie nog mooier. Daar hebben we straks een mooi voorbeeld van. Hey, maar ik wou even met jou terug naar de geschiedenis. 1835 heb ik genoemd, hè? Ja. Kan jij even iets over de geschiedenis van het instrument vertellen? Nou, dat instrument is eigenlijk een soort opdracht geweest van een orkestleider, van een militair orkest, die wat ze toen noemden, zeg maar, bashoorns. Dat waren smal gemensureerde instrumenten. En die, dat was allemaal een beetje minnetjes in het laag. Dus hij wilde graag iets wat meer solide was. En toen is dat gemaakt. In Wenen is dat gebouwd, dus eigenlijk voor het militair orkest, in eerste instantie. En het instrument stond in F, dus dat is dezelfde stemming als dat kleine voorbeeldje wat je net noemde van Roger Bobo, dat die speelde op F-tuba. Dat wordt veel gedaan, dus op het moment dat de tubisten solo gaan spelen, gaan ze F-tuba spelen. En ik doe dat dus weer niet en zo. Maar goed, dat was dus het eerste instrument wat we toen tuba noemen. En daarna is er heel veel ontwikkeld en gedaan en gebouwd. En nou ja, ze zijn er in alle soorten en maten. Ja, want als je over de orkesttuba's hebt, kijk, dan... Dit is de 1835 tuba. Deze is 1835. Die zag er toch wel anders uit, hè? 1838 al, ja. Ja. Nou, die is dus, het is allemaal niet in verhouding. Dus hij is ongeveer zo lang en hij is zo smal. Ongeveer. Oh ja, dat is een totaal ander. Ja. Maar je hebt verschillende, hè? Bijvoorbeeld deze, wat is dit? Dat is een Franse tuba, dus die is ongeveer zo. Dat is eigenlijk een soort opgeklopte tenortuba. Dus met een hele hoop ventielen erbij. En die werd in het Franse orkest veel gebruikt vroeger. Speelt en nog licht, wel trouwens. Speelt die licht of is het een lichte klank of een zware klank? Ja, dat is een lichte klank. Bijvoorbeeld die solo uit de Beatlo. Of de solo Beatlo uit de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky. Dat heeft Ravel voor dit instrument geschreven. Voor dit instrument? Dat is een hoge solo. Ja. Nou, ik blader even verder in jouw boek. Hier zie je deze hier. Dit is een bestube, dat is in groot, dat lijkt een beetje op deze. En dit is wel een bestuba en die wordt in Engeland dan ook wel gespeeld. In het algemeen worden in Engeland S-tubas gespeeld. Dat was hier geloof ik een fotootje. Ja. Dus dit is voor het lage werk, dus zeg maar even Wagner. En dan hebben we nog een fotootje. En hier komen die klasjes, dat is heel leuk. Kijk, zie je die Engelse jongens allemaal. En dat zijn S-tuba's. Niet allemaal, maar deze. Dat wordt hoofdzakelijk gebruikt in Engelse orkesten. En de foto daaronder zijn voorbeelden van C-tuba's. En dat is typisch Amerikaans. Dat is wat we in Nederland ook een beetje hebben, zeg maar. We spelen dus hoofdzakelijk C-tuba afgewisseld met F-tuba. En jij speelt een... Dit is een C-tuba. Dus een la... is dat de laagste? Maar het is wel een hele brede. Dus je kan ook... De breedte, de mensuur, dus de breedte van de buis, maakt ook enorm uit hoe het instrument klinkt. Dus als je hem smal bouwt, dan klinkt hij ook een stuk smaller. Ja. Nou, jij zegt net... er is een voorbeeld, dat heb jij eens verteld. Toen Stravinsky in Frankrijk woonde, toen schreef hij voor die Franse tuba's. In Amerika de Bijbelse stukken. Ja, toen ik daar die partijen van kreeg, toen we dat gingen doen met het Askezeumregent, dat ik daar ook niet zomaar uitkwam. Dat er dus eigenlijk benamingen stonden waarvan ik dacht van ja, maar is dat nou wel? Want het was zo open en fragiel geschreven, dat is een contrabas tuba eigenlijk een beetje een rare betiteling. Nou, zo ben je wel eens op zoek. Ja. Omdat het toch niet helemaal duidelijk is soms. Ik ga een naam noemen, Jonathan Harvey. Je gaat straks een stuk spelen van Jonathan Harvey. Dat is echt voor
de tuba geschreven, hè? Nou, hij heeft het voor mij geschreven. Voor jou? Een beetje zonder dat ik het wist. Hij heeft een heel mooi stuk geschreven voor tuba en symfonieorkest. En dat heb ik geprobeerd natuurlijk te slijten in Nederland. En dat gaat niet zo makkelijk. Dat is nou eenmaal zo. Dat is niet zo snel gedaan. Dus toen heb ik tegen hem gezegd, ja, schrijf nou eens een solostuk wat compact is. En dan heb ik daar wat meer aan. En nou, dat was absoluut niet mogelijk, want hij had echt geen tijd. Dus na een hoop gedram en zo, moest ik het opgeven. Het zou niet lukken de eerste 2 jaar. Mensen zijn gewoon druk, hè? Ja. Maar hij had wel een stuk voor trompet. En toen vroeg ik van, nou, mag ik dat dan bewerken voor tuba? En dan stuur ik dat op en als het dan goed is, dan heb ik in ieder geval een stukje. En dat vond hij oké, dus hij stuurde dat op een goed moment op. En in die tijd had ik het nogal druk. Niet zo'n hele goede beste beurt nu, had ik vertel nu misschien. Maar dat envelop leg ik even terzijde. We gingen toen die stukjes met dat programma met Annelie opnemen. En ik dacht, dat bewerken. Solo CD. Ja, nou ja, goed. Dus ik denk, nou, dat bewerken heb ik nu toch geen tijd voor. Ik leg dat even terzijde. Nou, een paar dagen later komt er dus een fax binnen. Hoor ik nou nog wat van je? En ik heb dat in praktisch no time geschreven. En zou je me niet eens bedanken? Dus ik pak die envelop. Er zat er een stuk in, Fortuna. Echt origineel, heeft hij heel snel geschreven. Heel snel en heel kort, dus het is allemaal heel minimaal. Nou, daar ga jij nu een stukje van spelen. Het is trouwens, je hoort meerdere tuba's. Hè, het is met band. Het is met band, ja. Dat gaan we nou doen. Ja, en dan zult u horen hoe prachtig dat instrument, die tuba, klinkt. Hier is hij al. Jonathan Harvey is de componist.
hele mooie muziek voor tuba, gecomponeerd door Jonathan Harvey, gespeeld door Tjerd Oosendorp. Een heel bijzonder stuk vind ik het. Het heeft een heel mooi karakter. Het heeft een hele hoop vrijheid, dus je kan hoop bedenken. En dat vond hij wel een goed uitgangspunt ook natuurlijk, omdat ik dat allemaal verteld had. En ik improviseer graag. Het heeft een heel verstild soms karakter. Het is heel verstild hier en daar. Ja, nou, dit is een fragment, het stuk duurt eigenlijk veel langer. En dan, maar even het volgende. Het gaat over, klank is voor jou belangrijk, zei je net. Maar bouw jij zelf instrumenten? Nou, helemaal niet. Ik heb wel veel geknutseld en veranderd aan een bepaald deel van het instrument. Het begin, waar je het mondstuk in zet, zeg maar. Dat noemen we mondpijp. En dat is heel klankbepalend. Ik heb hem een tijd geleden laten verbouwen, omdat ik het toch niet helemaal mee eens was. En nu moet ik dat nog eventjes in orde maken. Dus het hele spectrum is nog niet. Waar zit dat dan in? Als je zegt van, ja, ik wil. Is het een rijkere klank? Of, ja, nou, ik vond hem iets te helder. Dus ik had moeite met de breedte. Dat is ook, het wordt voor een groot deel bepaald ook door het soort mondstuk wat je gebruikt. Dus een klein mondstuk maakt het geluid vanzelf helder en een groot mondstuk maakt het wat breder. En nu is het een beetje omgekeerd. Hij is heel makkelijk breed te maken, maar dat helder maken, dat moet ik nog even afmaken. Dat is nog niet en je bedoelt bijvoorbeeld die hele lage tonen die je speelt, die gaan pedaalnoten gaan dan makkelijker. Ja, die krijgen een enorm draag. Waanzinnig. Het gaat echt door je maag. Ja. Nou, componeren, dat doe je ook, hè? Ja, ik heb. Ik zit even te denken, vanaf 1994 serieus geschreven, zeg maar. Voor die tijd schreef ik wel eens wat van die flodders of korte stukjes. En dan denk ik, nou, ach. Maar op een goed moment dan wil je toch iets wat zeg maar, meer van jou uitgaat op papier krijgen. Ja, nou hebben we een klein stukje, wil ik nog laten horen, van een stuk wat jij geschreven hebt. Want je had het over die klavesimmel. Dat vind jij mooier dan de piano, hè? Die combinatie is erg mooi, ja. Nou, hier komt een stuk dat heet Sluis. Annelie de Man speelt erop mee. Dus een NPS-opname. Hartelijk dank, NPS, voor het afstaan van deze band. Tuba komt er zo mooi in, vind ik. Ja. Dit is ook improvisatie. Is het improvisatie? Ja, ook voor de eerste keer dat Annelie improviseert. Dat heeft ze ook nog nooit gedaan. Ja, het heeft iets waardoor het heel goed bij elkaar past, die twee instrumenten. Ja, dit nu zit een beetje een balorig stukje. Het is een beetje zo'n dwarsig. Een beetje dwars is het. Ja. Maar goed. Nou, je gaat meer componeren. Heb je nog een grote opdracht lopen? Voor het volgende seizoen ga ik een stuk schrijven voor het ASCO. Dat is mooi. En dat is heel erg leuk, want ik heb allemaal lage instrumenten daarvoor uitgezocht. Heerlijk. Dus dan gaan we dat doen. Jeet, ik mag je hartelijk bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En alle demonstraties. Graag gedaan. Ik ga zeggen dat mensen als jij, Jeet, zijn echt nodig om de tuba te promoten, want anders kan het niet. En je hebt natuurlijk ensembles nodig, zoals het ASCO, die dan zeggen, ja, we willen die muziek spelen. En je hebt ook nog zalen en programmeurs nodig. En daar had Jeet het over. Het valt niet mee om bijvoorbeeld zo'n groot orkeststuk van John Harvey geplaatst te krijgen. Maar we hebben ze nodig. En er is in ieder geval één zaal die er iets aan doet. En dat is het muziekcentrum in Tilburg. Tuba Mirum heet het project, wat zich daar afspeelt. En dat heeft als ondertitel De tuba voor het voetlicht van de achterste rijmen in het orkest tot voorloper in de hedendaagse muziek. Nou, u kunt vandaag naar een lezing van Huub Ramaar over de ontwikkelingen van de tuba in 's-Hertogenbosch. En om half vier is Tjeet er en die speelt het hele stuk van Jonathan Harvey, een stuk van Stockhausen en een stuk van de Russische componiste Oest-Volskaya.
En we hebben een telefoonnummer en een adres. Ik ga het zeggen en u ziet het ook. 073-6122-123. Gaat u er naartoe, want het is heel interessant om eens met die tuba op die manier kennis te maken. Nogmaals, Tjeerd, bedankt. Veel succes vanmiddag. Ja, en dan nu het optreden van het ensemble wat u zag zitten. Ik zie hier achter de vleugel zitten Misha Mengelberg. Ik zie bassist Greg Cohen. En ik zie Joy Baron. En naar hun gaan we luisteren. Misha Mengelberg met Joy Baron en Greg Cohen. Hartelijk welkom, Misha en
Welcome, Mr. Konitz. I'm very glad that you are here. I told the audience in the beginning of the program that I saw you. It was in 1853. Well, it's about the time that the tuba was invented, I think. you played then in the band of Stan Kenton. I saw you in the Concertgebouw in Amsterdam when I was a little kid then. I think I almost fell down the stairs on the way to playing a solo there. Yeah. You remember that concert? Well, I remember the staircase. The staircase. It was a very nice staircase. Yeah, it's still there. Yeah. Misha. Misha. Welkom. Ik zei net, dit is een toch een heel uniek en mooi ensemble. Wat er bij elkaar is. Wat je ook niet iedere dag hoort en ziet. Nee. Maar vertel eens, waar is dat initiatief vandaan gekomen? Is het van jou gekomen? Nee. Nee. Het is niet mijn initiatief. Het is een initiatief geweest van John Zorn. Een ontzettend leuke saxofonist is dat. Met eigen voortreffelijke plannen. Maar hij had zich op een gegeven ogenblik, een jaar of 12 geleden, meester gemaakt van oude stukken die ik niet meer op mijn repertoire had staan, maar die ergens op papiertjes nog wel de ronde deden. En dat vond hij hele gezellige stukken en aardige stukken. Die speelde hij ook met veel plezier. Maar hij zei, heb je daar ooit opnames van gemaakt? Is daar niet een plaatje van? Nee, zei ik, daar is geen plaatje van die stukken. Die heb ik gespeeld destijds en die zijn vervolgens weer in de kast gegaan. En toen zei hij, ja, dat moet gebeuren, vind ik. Moet jij doen. Ik ben met hele andere dingen bezig op het moment. Oude muziekstukken, dat interesseert me maar matig eigenlijk. Maar hij zei, ja, weet je wat ik doe? Ik nodig je uit om naar New York te komen en ik vis een leuke ritmesectie bij elkaar. En dan moet het er maar van komen. En dat zo gezegd, zo gedaan, dat gebeurde allemaal. Ik kwam in New York aan op een koude februaridag in 1994. En in een of ander voorkomen verlopen zaaltje zat daar een ritmesectie waar Joey Barron van uitmaakte. En in die tijd nog een andere basspeler, maar die ook erg leuk was, Brad Jones. Greg was weliswaar geloof ik al lid van van de club van John Zorn. Maar voor die gelegenheid speciaal hadden ze Brad gevraagd om te komen basspelen. En dat ging hartstikke goed. Ik had voor al die stukken had ik bijna geen tijd nodig om het uit de doeken te doen. Maar ze hadden wel, inderdaad, ze hadden van John Zorn hadden ze papiertjes gekregen waar dus doorslagjes van die stukken. Dus ze wisten wel waar het over ging ongeveer. Dus het ging allemaal heel goed. Ja. En er hoefde bijna niet gerepeteerd te worden eigenlijk. Dus ik heb een uur gespeeld met die ritmesectie gewoon om te kijken hoe dat ging. En het was inderdaad een fantastische ritmesectie. Ik vond het ongelooflijk dat ze prachtig speelden. De volgende dag zijn we gaan opnemen in een studio. En de dag daarop ook. En toen stonden al die, of een heleboel van die oude stukken, terwijl 12 of zo stonden op een band eerst. En daarna hebben ze daar een cd'tje van gepest. Ja. Maar, what about Mr. Lee Konitz en Misha Mengelberg? When was your first meeting? And when did you first play together? Long time ago. In the 60s already been playing. And that was in Holland, or was it in Holland? In Holland, I think, yes. Yeah. I remember an old things you are in Scheherazade. That was an old nightclub. Oh, at that time. Yeah, that time. Oh yeah. Yeah, but talking about all the things you are and all those pieces. How important is the American Songbook for jazz musicians and for the jazz world also? Well, I think those are very substantial songs, and we grew up.
we older players grew up with those songs and passing on the tradition. I feel that the younger musicians will learn a special part of the tradition if they know these songs. I still prefer to play the All the Things You Are's and those kind of standard tunes because they're great tunes and they're very familiar. It helps to take chances with the material that's very familiar for me. So and when you teach younger guys, you say the young generation, they have to know this. I suggest that and try to show them the examples that they can follow from the records to learn conceptions that are built in with these songs. And How About You, which is also a nice song. Yeah. How About You. Yeah. Yeah. Well, we learned those songs. Yes, we did. I remember in the 50s that I was looking for them, and they were not there. They were not available. Just no real books. No real books. At that. What is a real book? Please tell me. It's the musician's Bible, they call it, with all of the standards written. All the standards in it, and most of the time, not the most subtle of changes. No, you have to go to the Jamie Abersold records for the correct changes. Yeah. And a change, you have to for what is a change? Kan je het even in Nederlands zeggen? Yeah, change. Het zijn akkoorden denkbaar op bij die liederen. Die in het grote Amerikaanse songboek staan. En die zijn vaak veranderen die akkoorden van decade tot decade. In een decade van de 30s. In the 30s they played those pieces differently from the 40s and the 50s. Yeah, so that are the changes. And the other harmonies. That's what it is? Other harmonies, yeah. under the melody line. Right. On the melody line. That's right. Those are the changes. And by now, with all the times through these pieces, the harmonies have become more sophisticated. And sometimes they'll play All the Things You Are with no original harmonies at all. Just play a free kind of harmonic. Free-flowing melodies. Free-flowing. Yeah, right. But the next piece you will play is your composition, is it? It's a, can you tell me something about solo it? Kind of a line that I wrote to just start the whole proceedings a higher level than just playing. This song is It's You or No One. The line is based on that progression. If you start with da 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 da, the rhythm section is at a certain level. This goes dee loo dee loo dee, and the rhythm section is already up here. And then you have to play a solo from that level of intensity, et cetera, et cetera. Well, so okay. We'll do the et cetera. There is one thing I like to show you, and that is this photo. We go back now to, I think. What is this? Well, you played with Charlie Parker together? This was on a tour with the Stan Kenton Orchestra. I had left the band after a year and a half of traveling with the band, and Stan called me to be a soloist on this particular tour. And I said, great, who else is going to be on the concert? He said, Dizzy Gillespie and Charlie Parker and a few other people. I said, are you sure this is what's... And that's what happened. That was. And so you played in the same gig together? We didn't play together. We were just playing with the orchestra separately. Oh, yes, yeah. Well, I think it's time now to go to the stage and to play. And then there's another wonderful player who's playing with you. Oh. I have to introduce him. It's Michael Moore, who's playing on alto saxophone. Misha, ook weer een hele mooie combinatie is dit. Ja, hè, schitterend. Ja. En jullie hebben gisteren in een bomvol Bimhuis gespeeld. Ja, en vanavond weer. Dat zal vanavond ik weer. Aan. Zo nou, Michael Moore en Lee Konitz met die prachtige rhythm sectie. Hier zijn ze. Thank you.
Twee prachtige rietblazers en er wordt vreselijk gelachen aan de andere kant. En dat is met muziek maken, als je jazz speelt, dan heb je ook vreselijk veel lol. Er is overigens een cd verschenen van Lee Konitz, Greg Cohen en Joey Baron. En die heet Lee Konitz Alto Saxofonitz, volgens mij. Zo ziet hij eruit en die is in de winkel te verkrijgen. En naast me zitten nu Greg en Joey en Michael. Dag Michael. Dag. We praten maar even Engels. Dat is voor jou is niet zo'n probleem. You have played in so many formations, Michael, and so many bands and many colleagues. Can you tell me what it is now to play with for me a star, a legend already as Lee Konitz? It's a dream come true. It is so. Yeah. Yeah. I can learn so much from this man. He's got so much history. In what way? Well, technically, about the saxophone. He always plays very rhythmically, I find, and I think that's the most important thing, really. Besides the sound, he's got a beautiful sound as well. You have records of him at home? I have maybe 50 or 60, I would say. That's a lot.
Also, you told me, you and I didn't know that it was there. This man, Gil Evans, who we played Thoroughbred in the beginning of the program, he made a solo, a duet program, in the LP. In the 80s, Lee and Gil Evans made two duo records, and they're two of my favorites, Anti-Heroes and Heroes. It's on a French label, I think. Fantastic. Is it on CD again? Yeah. Oh, that's mooi voor de mensen thuis. De Glevens en Lee Konis in een prachtig duet. Yeah. Wat nu op CD te krijgen is. Well, Greg en Lee, Greg en Joey, welcome. You have played also with John Zorn, isn't that? Yes. That's where you met each other, or? No. When was that? We met each other in Los Angeles in the 70s. And we've been happy ever since. Can we go shopping after this? Yeah, okay. No, yeah. We were both playing with Teddy Edwards and his band at the time. And I think you were with Carmen McRae then too. Right. Yeah. And, We were talking about the project of Misha in with John Zorn. What do you have in common with Misha and with his thoughts about music and with his music? I like to play. Misha loves to play. You know, and that spirit is like to me the heart of. Life, you know, it's like you get together, I mean, to play. Not just to play the right notes or anything, but just to take chances and to play. And I think that's something we have in common. Because I think he must have any influence on the American way of playing, isn't it? And his improvising, is that so? Is there any influence? I think that... there's a lot of humor in the music. Yeah, with that's Misha. What I mean. And for us as a drummer and bass player, it's a lot of fun to be able to play music with a respect for the material, but also a place where you can take chances and bring humor into the music and sort of put it together in a new way. Yeah, and that's also what happens in standards. What you can play a standard, but then when you have played a tune, you can be free. Is that so? Yeah. Or even before. Or during. Michael, hoe is het als jij deze stukken speelt, zo'n stuk van Lee? Is het nou is het een stuk wat jij van hem hebt overgenomen? Want hoe ken je zo'n stuk nou? Ik heb het gestudeerd in de laatste jaren. Want ik vond dat is een manier om te spelen dat ik heel belangrijk vind. Ik kan het niet zo goed, maar... Nou... you play a next tune. That's what will you play now for us? Do you know that already? I think it's like a blues we're gonna play. Misha? Like blues in A-flat. Even camera naar Misha toe. Misha, wat ga je nu spelen nu tot slot? Want dat weten we nog steeds niet. Een blues in A-flat. A-flat, thank you. And that is... you do it all together now? Almost, yeah. Almost. But tonight you're playing in the BIM House. I thank you that you were here. We would love to listen to the music at the end of the program. That's more important than talking. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Ontzettend bedankt. Ja, vanavond in BIM House zijn ze met z'n allen. En ik praat nog even door terwijl Misha mij prachtig ondersteunt, muzikaal. Vanavond in BIM House om 9:00 is er nog een concert van dit fantastische ensemble. Volgende week een grote jazzman, Philip Catherine hier, met Jesse van Ruler en violist Fadim Repin. Mist u dat niet? Prettige zondag.